Dit is dag 6 dat ik in Noorwegen ben. Ik had bedacht om misschien elke dag een heel kort vlogje te doen. Nou, dat is er tot nog toe eigenlijk niet van gekomen. Maar misschien leuk om er toch een soort weekjournaaltje van te maken of zo. Kan ook. Ik ben bij aardig weer vertrokken naar Nederland. Goede reis gehad naar Cuxhaven voor de veerboot. Bij de veerboot heb ik Willem getroffen. Heel leuk dat ik, zonder dat we hadden afgesproken, stond ik achter hem op de parkeerplaats. Ik had het niet eens in de gaten dat hij het was. Hij had niet in de gaten dat ik het was. Dus dat was onze eerste ontmoeting op de veerboot. Ik had een leuke hut. We hebben even wat gedronken aan boord. We hebben daar gegeten. En 's ochtends vroeg reden we weg en zijn we naar Burendaalsvatten gereden. Dat meer kende Willem. We hebben daar, toen we aankwamen rijden, toen zagen we al dat er heel veel ijs op het meer lag. Dus ons eigenlijke doel om door te steken naar het naastgelegen meer bij een heel mooi strandje, dat ging niet door. We hebben wel om de hoek waar de auto stond een afgelegen strandje gevonden. We hebben daar tenten neergezet. We hebben wat gepaddeld bij het ijs, wat heel leuk was. Een hele aparte ervaring. We hebben 2 nachten gestaan. Daarna zijn we doorgereden naar Nelaug. En dat wilde ik sowieso nog naartoe. Er stond heel erg veel wind toen we het meer opgingen. We hebben toch een alternatief gevonden, een baai. Of een eilandje met een baai. Dat we loot hadden. En dan in de loot konden wij dan de hangmatten neergehangen. Hangmatkampje gemaakt, want er was geen plek voor de tent. En gisteren zijn we dan van daaruit vertrokken naar een strandje hier aan Nelaug. Een heel mooi, prachtig mooi strandje gevonden. En dan konden we de tenten wel weer opzetten. Hadden wat meer leefruimte. Ook in de luwte van de wind. Dus kom je buiten en dan is het koud en guur. Maar hier op het strandje in de, bijna windstil. Of is het heel goed te doen. Vannacht is er heel veel ijzel gevallen. En nu misregent het. Het is dus nog niet echt aangenaam nu. Maar ik verwacht dat het zo meteen wel droog wordt, de lucht wordt al iets lichter en dan kunnen we weer naar buiten toe. In ieder geval is het wel uit te houden. Hey, ik hou jullie op de hoogte en waarschijnlijk over een paar dagen of volgende week of eerder of later spreek ik elkaar weer. Hey, groetjes vanuit Noorwegen.